Greenwich, Londen. De plek waar Adelinde Cornelissen 3 weken geleden haar zilveren medaille won. Het werd ongetwijfeld hier gevierd bij café Golden Saddle. Niet zo gek dus dat het nu de uitvalsbasis is van de Nederlandse dressuurequipe die uitkomt op de Paralympische Spelen. I like to have a coke, please. Ik stond er te wachten voor ik de ring in mocht. En ik moet eerlijk zeggen, ik ben helemaal niet zenuwachtig geweest. En voordat je erin gaat, moet je nog een minuut daarvoor zeg maar, stappen. En toen ik dan zeg maar, tussen die slurf kwam, richting de ring naartoe, toen werd ik toch wel even dat ik dacht van wow, dit is toch wel iets heel speciaals. Het is niet zomaar een wedstrijd. Ik had een beetje hetzelfde moment als jij. Als je van de losrijbaan naar de richting de ring gaat, dan moet je nog even wachten. Toen dacht ik wel even, gewoon een proefje, het is maar gewoon een proefje. Het is gewoon een proefje. En er was heel veel publiek. Dat zijn we ook niet gewend. Een aangepast sport. Dat is echt hele volle tribunes. Dus dat geeft wel een kick. Ja. Frank Hosmar en Sanne Voet staan beide voor het eerst op de Paralympics. Toch rijden ze zich vandaag in de top 4 van het landenklassement. Ik was heel dik tevreden. Ik had echt voor mezelf van een paar kleine dingetjes. Dat ik dacht van nou, dat had nog wat beter gekund. Eén schouder binnenwaarts. Het eerste schouder binnenwaarts begon een beetje wiebelig. Ja, net of ik zelf dan wat te voorzichtig inzette. En ik had één keer in uitstek de draf dat ik dacht van nou, hij kan al een tikje meer. En toen kwam er net even een keer een takfoutje. Maar verder, ik kan zo verder niet echt bedenken van dat had veel, veel beter gekund op dit moment. Nee, absoluut niet. In de toekomst zal het echt wel beter kunnen. Mijn paard is nog maar 7 jaar oud. Dus hij heeft in principe als er niks overkomt, heeft hij nog heel veel jaren voor de boeg. We hadden gisteren natuurlijk de eerste 2 ruiters van het landenteam en die hadden te kampen met problemen met spanning van hun paarden. Waardoor de scores gisteren voor het landenteam eigenlijk nog niet zo waren als we hadden gehoopt natuurlijk. En wat we eigenlijk gewend zijn wel van beide ruiters. Dus ja, vandaag, je weet dat je geen fouten moet maken en dat je moet zorgen dat er een mooie score voor Nederland op het bord komt. En ik heb een beetje op safe gereden. Ik heb in ieder geval geprobeerd om geen fouten te maken en een mooi constant beeld te houden. En dat is goed gelukt. En ja, dan kan nog wel een schepje bovenop. En ja, Frank en mijn trainer, Frankse trainer en mijn trainer, die komen allebei zaterdag nog hier naartoe. Dus ik denk dat wij voor zondag nog een extra tandje bij kunnen zetten. Dus wie weet valt er binnenkort nog meer te vieren voor Nederland in de Golden Saddle.